Goedendag, komt u verder? Ik ben Gerard de Vrij, woon in Barend sinds 2007 en heb gestudeerd in Utrecht en afgestudeerd als experimenteel fysicus. Ik ben bijna 13 jaar lang ook werkzaam geweest in de Oostbloklanden. Dat is dus allemaal na de Wende. En in dienst weliswaar van de Nederlandse regering, maar uitgezonden wat dat betreft naar de Europese Unie. En voor de Europese Unie heb ik de kern bekeken in die Oost-Europese landen, omdat de Europese Unie daar verhoogd budget voor beschikbaar had en we wilden weten wat er veilig was en of het budget goed besteed was om het te verbeteren. Bedenk bij die hele overgang naar in de energietransitie dat het een transitie is. Dus het is niet het uiteindelijke doel, maar het is een transitieperiode. En in die transitieperiode is het heel verstandig voor de, niet alleen gemeente Baarn, maar voor Nederland, om een gedurende langere tijd windmolens en zonnecellen en dergelijke overal te hebben. De nadelen die zijn goed bekend, maar op zichzelf is dat een goed doel. Maar het is een eindig doel. Baarn is natuurlijk niet op zichzelf staan, dat zit in een regio en die regio is deel van Nederland. Zitten we dus met z'n allen op de goede weg? En ik heb het ook wel, ik denk het wel, in deze transitieperiode. Maar ook ik zet mijn vraagteken bij het feit dat bijvoorbeeld Duitsland volop op het gas overgaat. En ondertussen zijn bruinkoolcentrales tot 2036 laat doordraaien. Terwijl wij hier wel wat moeite doen om in een dichtbevolkt land windmolens te plaatsen op plekken waarvan die niet het meest optimale zijn. Want daar kan je veel beter de buitenranden van het land op zoeken. De hedendaagse centrales, de kerncentrales althans, die zijn veilig, erg veilig zelfs. Om de simpele reden dat vanaf het allereerste begin met het ontwerp, de bouw, alles, onder het dusdanige controle en doorrekenen gebeurd is, dat echte ongevallen, waarbij je zegt een land wordt onbewoonbaar of iets dergelijks met honderdduizenden doden, dat is onvoorstelbaar. Het is een uit de hand gelopen veiligheidsproef geweest. Een veiligheidsproef. Notabene. Dus ze wilden aantonen dat de centrale de 1 minuut kon overleven, zeg maar ongeveer 1 minuut kon overleven als alle elektriciteit uitviel. En daar hadden ze een speciaal methode van ontwikkeld waar we niet op zou ingaan. En toen bleek de reactor bij heel lage vermogens hele rare dingen te vertonen die niemand verwacht had. Toen hebben ze als de donder proberen uit te schakelen. Maar vanwege constructietype zaken heeft toen een nucleaire ontploffing plaatsgevonden. En die ontploffing heeft ervoor gezorgd dat de kern uit elkaar sprong. Dat is allemaal water. Maar omdat het koolstof was met water, denk maar aan het hoogovergas, werd er een ongelooflijke hoeveelheid hoogovergas gemaakt. En dat is die enorme chemische ontploffing geweest, met die vlammen tot honderden meters hoog. En ik ben wat dat betreft die hele kernenergie erg optimistisch. Ik ben een voorstander van de ontwikkeling van die thoriumreactor, omdat die thoriumreactor, als het eenmaal een centrale is, kleinere centrale is, en met heel, heel weinig en niet zo lang levend afval. Radioactief afval. En goed, het zal nog een jaar of 10 duren voordat dat ding echt een beetje uitontwikkeld is. En
commercieel toegepast kan gaan worden. En dan zou je nog 5, 6 jaar nodig hebben om zo'n ding te bouwen. En misschien first of its kind dat het iets langer duurt. Maar dat komt, dat zijn overzienbare tijden.